Hallo, ik ben Karin en vandaag gaan we iets doen met restjes. Namelijk met een restje risotto van gisteravond gaan we risotto balletjes maken. Nou, dit is risotto. Komt net uit de ijskast. Is lekker koud. Goed kleverig. Je pakt een handje. Maakt er een beetje een bolletje van. Drukt er even een gat in. Daar gaat een klein stukje mozzarella in. Zo, en dan vouw je de risotto rijst er een beetje omheen. En je neemt nog een klein stukje wat je daar op plamuurt als het ware. Nou, even boetseren tot een pingpongbalachtig formaat. Nou, dan haal je hem door een beetje ei. Ei is bedoeld om hem kleverig te maken, zodat de paneermeel goed blijft plakken. Maar op zich is de risotto van zichzelf ook al kleverig. Dus dan gaat hij door paneermeel. We hebben twee soorten paneermeel. Dat is de truc. Paneermeel gewoon zelf gemaakt van oude boterhammen. Goed uitgedroogde boterhammen. Waarmee je fijn paneermeel maakt en wat grover paneermeel. En dat doe je gewoon in de keukenmachine. Nou, hier zie je dat hij goed helemaal bedekt is. Dan gaat hij nog een keer door het ei. Nu heeft hij dat ei wel nodig, want hij is natuurlijk nu niet meer kleverig door dat paneermeel. En dan gaat hij nu door het grove paneermeel. Dat is gemaakt dus van precies dezelfde boterhammen als die. Alleen heb ik hier de keukenmachine minder lang laten doordraaien. Nou, dat schep je er zo een beetje op. En dan heb je een prachtige bal. Deze ballen leg je even in de koelkast om weer op te stijven tot je ze gaat bakken. En je bakt ze een paar minuutjes in een flink laagje, zeg maar een centimeter, hete olijfolie. En dan goed blijven roeren. En dan wordt het binnenste, de mozzarella, lekker zacht en de buitenkant heel knapperig. Dat is heel lekker.